GroenLinks Ede en PvdA Ede hebben besloten om samen te gaan werken. Dit betekent nog niet dat de partijen gaan fuseren. Dat is nog een lange weg. Jan van Dijk, voorzitter van GroenLinks Ede, en Sarah Cummings, voorzitter van PvdA Ede, leggen uit waarom zij gaan samenwerken. Er is een hele langdurige ontwikkeling al in die beide partijen. En we krijgen ook de vraag van de leden en van de kiezers. En we zijn langzaamaan eigenlijk daarmee begonnen. En het is een hele goede ontwikkeling geweest om samen te werken. En daarom gaan we dus samen om een steviger geluid te kunnen maken om onze idealen en doelen voor Ede en voor de samenleving in Ede meer te gaan verwerkelijken. We hebben gezien tijdens de verkiezingen, dit geeft ons veel meer daadkracht. Hè? Wij kunnen veel meer mensen op de been hebben. Wij hebben het gewoon heel gezellig samen, maar ik denk dat wij kunnen meer bereiken samen. De partijen vinden elkaar op verschillende punten, vooral op natuur en de inrichting van de woonomgevingen. Wij vinden elkaar op een gedeelde visie eigenlijk. Hè? So, bij PvdA hebben wij rode harten voor een beter sociale Ede, maar eigenlijk wij hebben nu eigenlijk toch wel gevonden dat wij een groene hart hebben ook. Omdat klimaat zo'n belangrijk onderwerp is tegenwoordig voor de toekomst. Nou, onder andere op wonen en de inrichting van de woonomgeving, dat die voor iedereen beschikbaar komt en betaalbaar en haalbaar is. En daar hebben wij echt hele goede alternatieven in. En daarin hebben wij altijd heel duidelijk gevonden met de PvdA. Ik leer heel veel van mijn GroenLinks collega's over milieu. Dat is niet voor iedereen hetzelfde. Sommige mensen bij ons zijn eigenlijk wel volop met milieu bezig, maar ik heb heel veel geleerd van Jan bijvoorbeeld over landbouw en natuur. Dus het is wel gewoon echt prettig. Hè? Wij werken samen, we hebben hetzelfde visie en we kunnen ook leren en beter zijn. Landelijk werken de partijen al samen. Maar heeft deze samenwerking invloed gehad om ook in Ede samen te gaan werken? Omdat het landelijk heeft een beetje de toon gezet. En ik kijk echt met respect met hoe ze hebben samengewerkt. Jesse Klaver maakt een stap opzij van Frans Timmermans. Het gaat allemaal met wederzijds respect. En wij willen dat ook hetzelfde soort proces hebben in Ede. Gewoon met verstand, met verbelang van Ede en de kiezers in Ede en de burgers in Ede. Ik denk eigenlijk dat het een hele logische ontwikkeling is dat we dat gaan doen. En ook in Ede is het denk ik heel belangrijk voor de samenleving dat we dat we onze idealen, er is best wel een alternatief voor alles wat de afgelopen jaren is geweest. En nou, dat moeten we gewoon krachtiger neer gaan zetten. Dit betekent dat de partijen ook samen op de kieslijst zullen gaan staan tijdens de lokale verkiezingen in 2026. Hoe gaan de partijen ervoor zorgen dat dit een democratisch proces wordt? Daar zijn we als besturen van de partijen heel erg mee bezig met de bureaucratische verhaal. Want je moet de goede dingen doen en je moet ze ook goed doen. Maar het belangrijkste is dat nu de leden gewoon en dat we ook echt een verkiezingsprogramma en een kandidatenlijst gaan samenstellen van die twee partijen samen. En dat het ook dat ook voor de kiezer duidelijk is dat de krachten van die partijen gebundeld worden. Net zoals GroenLinks, wij zijn een heel democratisch proces. Zoals bestuur, wij gaan het voorbereiden, maar eigenlijk moeten de leden instemmen. Zo, we gaan een kieslijst samenstellen met GroenLinks, maar in elke fase kan de leden beslissen hoe dat vorm gaat nemen. Het is dus aan de leden van beide partijen wie zometeen wel of niet op de kieslijst komt te staan.